Een goeie morgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is de dag dat wij de sleutel krijgen. En ook dat we samenlevingscontract en testament gaan tekenen, hoogstwaarschijnlijk. Dus het is een hele bijzondere dag in mijn leven. 10 juli 2020. 2020, ja. Echt bizar. Ik heb er heel veel zin in deze dag. Alle zenuwen zijn weg. Heeft ruimte gemaakt voor zin en excitement. En vandaag is ook de dag dat jullie een stukje van het huis gaan zien. Ik ga uiteraard een soort tour maken. Waarschijnlijk wel in deze vlog. En anders komt hij in een vol andere vlog. Ja. Heel bizar. Ik ga jullie laten zien. Nu eerst wat ik aan heb. In deze video laat ik gewoon wel zien hoe het huis er nu uitziet. Dus vandaag. En we beginnen ook vandaag waarschijnlijk al met klussen. Dus ik ga heel snel filmen zodat jullie het huis helemaal zien in zijn originele staat dat wij het hebben gekocht. Maar nu eerst de outfit of the day. Ik ben hiervoor gegaan. Het is niet iets gebruikelijks wat ik aantrek. Deze jurk heb ik wel echt heel vaak aan. Is super. Zacht stofje en ik wist niet zo goed wat voor schoenen eronder aan en ik heb deze schoen echt bijna nooit aan en ik dacht, weet je, het is een beetje een vrolijke dag, dus ik mocht wel een hoog hakje aan en deze over knee heels. Ja, ik heb ze toen echt gekocht. Ik heb ze vrij weinig aan, maar ze zijn super leuk eigenlijk en dit leek me wel een geschikte outfit om een huis te kopen. Ja, dat dacht ik. En ook om samenlevingscontract te ondertekenen. Nagini, wil jij nog wat zeggen? Hey, wat zeg jij? Jij hebt echt geen idee, hè, dat we gaan verhuizen. Ik heb het al zo vaak tegen je gezegd. Je snapt het niet, hè? Nee. Ik ben er dus achter gekomen dat sommige mensen die deze vlog kijken... een beetje tips eruit halen over hoe wij dingen aanpakken. En ik wil eventjes iets wat ik totaal niet wist. Is dat als, voordat je de sleuteloverdracht doet, dat je een oplevering hebt van het huis. Wist ik niet. Dat gaat gebeuren om 9:45 zo. Om 11:00 is de sleuteloverdracht. Om 9:45 ga ik naar het huis met mijn schoonvader. De vader van Nikki. Want Nikki kon niet, maar normaal doe je dat dus met degene met wie je het huis koopt. En dan gaan wij even checken of ze het in de staat hebben achtergelaten dat het zou... Ja, dat is afgesproken. Dus dat bijvoorbeeld de keuken er nog in zit en de badkamer. En dat ze er niks uit hebben gehaald wat ze beloofd hebben om te laten staan. Maar ook om even de meterstanden te checken. Daar maak je dan een fotootje van. En ook gaf mijn vader als tip, het huis heeft screens. Dat is, zal ik zeggen, die luiken die naar beneden gaan voor het raam. Dat die werken, die check je even. Je checkt even alle stopcontacten als het lukt. Of ze het doen. Je checkt of het warm water het doet, zodat je weet dat de gijzer werkt. Of ja, de kachel. En dat is eigenlijk de belangrijkste dingen van een oplevering. Dat je gewoon even alles checkt of het werkt. Wat er bijvoorbeeld ook kan, is dat er heel veel dingen beschadigd zijn met hun verhuizing. Ja, dat kun je dan wel melden bij de makelaar. En daar kan je dan nog... wat er dan mee gebeurt, geen idee. Je gaat er eigenlijk vanuit dat alles goed is. Maar ja, die oplevering is dus dat je checkt of alles wel inderdaad oké is. Dat gaan wij nu doen als eerste. En ik denk wel vloggen. Even dat ik de kranen check en de elektriciteit check. Zelf nog 2 meter in. Hoog en laag tarief. Dan scheelt dat tegenwoordig helemaal niks meer, maar... Wat doe jij maar eerst? Nou, wat ik te zien hier. Mijn vader vraagt net. Moet ik lampen meenemen? Ik zeg, dat weet ik niet. Ja, dan moet je even kijken of er licht in het huis is. Dus ik stuur even een foto. Neem maar mee. Je moet alleen het zwarte stukje invullen. Oké. Okay. Voor gas. Ja. Na de komma, dan tellen ze niet meer. Dat wil ik eventjes doen. Ja, een beetje lastig fotograferen bezig. Ja, je moet hem waarschijnlijk pakken. Anders reflecteert hij zo hard dat je niet op je vatten gaat.
En deze, hè? Ja. Dan zit je zo, ja. Ik zit dan goed erop staan. Ja. Ja. Allemaal leesbaar. Vooral belangrijk voor de mensen die komen helpen met klussen, dat het bier koud staat. Ja, daarom hadden we suiker en zoetjes laten staan. Oh ja, ik heb het ook al in mijn auto staan, ja, de buik en zoetjes. Dat we hadden gezien. Op mijn hakken, toch een beetje lastig. Dit is van een van de kamers voor. Oké, ja. Zet die er nooit in omdat die het. Dat raam nooit dicht heeft. Oh, dus van het meest linker raam in de. Kamer. Ja. Omdat dat grote bureau daar stond. Ja, kon het toch niet open. Ja. Oké, okay, ja. Ja, die plaat, dat is nog een extra plank, een extra legplank van de hoekkast van de keuken. Die voorste plaat. Ja. Oh ja, ja, ja. En die achterste zijn om ja, deze dicht paneel te maken. Oh ja, dat was wel de vorige keer dicht, maar er stond natuurlijk wat achter. Ja, daar hebben we nog wat spullen achter verstopt. Ja. Ja. Oh ja. Oh, dat is wel makkelijk, hè? Kun je even wat. Ja, wij ook wel wat dingen doen. Dat was de oplevering. Alles was goed. Alles werkte voor. Zoals wat we gecheckt hebben, werkte allemaal. En. Onofficieel heb ik de sleutel al gekregen van de makelaar. Maar nu gaan we naar de notaris om de officiële sleuteloverdracht te doen. Dus daar ga ik gauw heen, want het is krap tijd. Ik wou nog eventjes filmen. Ons hoofd. Wat een huis hebben. Ja, jij moet er ook op. Nu zijn we, hoe noemde Soraya het nou, groot grondbezitters of zoiets? En arm. En ik weet niet of dat, nee, dat was en we hebben een schuld. En we hebben een schuld. Nou, maar we hebben ook een huis. Dus gefeliciteerd. Van groot grondbezitters nogal. Ja, dat zei hij toch? Of was dat niet het woord dat hij gebruikte? Nee, maar. Nou ja, we gaan nu naar het huis toe. Ik ga even mijn ouders appen dat we de sleutel hebben. En die zullen ook wel het trappelende pootje staan te wachten. Oh nee, kwispelende staartje staan te wachten om het huis te zien. Dus ja, het is heel gek. We gaan voor het eerst naar ons nieuwe huis. Tot zo. Mocht ik hier parkeren van jou? Dat vind ik lief van jou. Kijk maar veel hoe jij de deur open doet. Zat ik de hele tijd te glimlachen, hè? Hoezo? Zat je dat in de gaten te houden? Vanaf, was je met iemand aan het bellen toen je weg... Je zat, het zag er gewoon creepy uit. Ik zat te zingen. Vanaf we wegreden zat je echt te lachen zo... echt. Het zag er gewoon eng uit. Echt? Ja, je zat zo achter mijn auto. De hele... Echt lang ook. Weggaat. Ja, ja, maar het was heel eng. Zeg maar, je zat me zo aan te kijken en Ik zat pas naar jou te kijken vanaf... Ah, je moet doorpraten, want het begint te regenen. Gaan we, Nick. Welkom in ons nieuwe huis. Nog verder? Wil ik dat ik hem aanhoud of... ik weet het niet. Ah. Nicky! Nou, die zal langs zijn baan. Die zal langs zijn baan. Zal begonnen. Nou, dan drink ik wel een beetje. Nicky! Ja. Ik heb de champagnekoppen. Dat is zo leuk. Als je hier komt, als jij staan, dat? Ja. We moeten even kijken wat er anders zit. Ja, precies.
Je moet nou eerst even met de champagne doen. Tini, cola. Schatjes zijn het met z'n tweeën. Als er nu een rommel staat en geld. Mag ik? Ja, ik weet het. Ja, maar schiet maar aan, want. Oh, hij zit heel druk. Ik heb er niet duidelijk dat spotje er zo af. Ja, dan zie ik gewoon af en toe aan dat ze zo. Kijk je maar tegen dat spotje daar. Tini, je loopt graag voor de kamer. Heb je geen glas? Jawel. Oh, loopt dit ook niet bij? Ja, dat maakt niet uit. Het hoeft allemaal niet zo perfect. Een alcoholvrij voor je pa. Ja. Wil je rosé, Tini, of wil je gewoon witte? Maakt me niet zo. Alsjeblieft. Dan maak ik deze maar open. Mam, wil jij met alcohol? Wat het eerst gebeurt, hè? We zijn nog 5 minuten binnen en er wordt weer gedronken. Ja, ja, wordt zo. Ja, wordt gelijk gezopen. Hé, hey, waar is nou die doen? Tini, maak deze even open. Waar gaan jullie doen? Mama, voor jou? Nou, we hadden eigenlijk vandaag nog even bedacht dat we vandaag nog even goed zouden inventariseren. Ja, precies. Waar we nu gaan beginnen en wat we nu echt willen doen. Precies, en want iedereen komt nou dadelijk ook natuurlijk kijken even. Ja, precies. Je kunt nog even niks doen. Nee, en ik dacht, dan kunnen we nu eventjes vandaag gewoon echt even kijken van wat moeten we doen en wat willen we doen. Ja. Schenk je jezelf in? Oh. Nou, zeg, kijk een beetje uit van school. Je gaat eruit. Er eventueel zijn tuinsetje zou staan in de garage. Oh ja, kunnen we dadelijk wel neer zijn. Ja. Moet je een fotootje maken voor Klaasje? Even voor jou. Ja. En even eerst proosten, want ik heb dorst. Nou, proost dan. Proost. Proost. Nou jongens, het is helemaal gelukkig. Goed meer geloven dan jongens. Nou die hey. En maak jij nog een foto van ons? Oh nee, van pap. Die is dat beter. Mama die heeft altijd de hand voor de lens of zo. Ja. Op bewogen. Iets verder naar achter. En er nou ruimte zat, nou kijk ik weer achterstappen. En een beetje enthousiaster van... Nou, ze lijkt toch wel enthousiast. Nou, ik vind dat ze er wel blij uitzien. Ja, ik kan nou wel fijn aan elkaar van het lachen. Ik had eigenlijk moeten filmen, want dat zag echt zo zat echt. Heel leuk, Nick. Leuke foto, pap. Hallo jongens en meisjes, ik heb me even omgekleed. Mijn nette pakje uit. Mijn makkelijke pakje aan. En nu ga ik jullie ons nieuwe huis laten zien. Op dit moment sta ik op de zolder. En ik ga mezelf uit beeld halen. En dan ga ik lekker alles vertellen wat alles is. Dus, zijn jullie ready? Hier is de zolder. Ik ben een beetje buiten adem van die trap oplopen. Er zitten 2 hele grote dakramen in. Verwarmingkie. En gewoon laminaatvloer. Die blauwe kleur. Not really my cup of tea, but it's okay. Dan hier nog een heel groot stuk zolder. Zelfs nog een bed. Het is eigenlijk een van de enige dingen die ze achtergelaten hebben. De oude bewoners, een bed hier. Nou, gijzer. Hoe heet dat? Een cv-ketel. En voor de zonnepanelen, want die liggen ook bij ons op het huis. En dan heb je hier al, ja, hier gaan we eigenlijk al meteen naar het de volgende verdieping. Want het is een heel steil trappie, maar wel een vaste trap. Naar de zolder. Dus dit is een beetje de overview van de zolder vanaf hier. Hier gaan we vrij weinig aan doen in het begin. Nou, dan ga ik deze trap af. En dan komen we op de eerste verdieping. Hier zijn 4 slaapkamers en een badkamer. Zal ik beginnen met de badkamer? Ja, dat doe ik. Nou, dit is de badkamer. Ik had 1 vereiste aan de badkamer. En dat is een bad. Nou, die zit erin. Hier kun je de wasmachine en de droger eventueel kwijt. Een kastje zit hier met niks. Oh, er staat wel wat in. En ja, gewoon een prima douche en bad. Ik vind het heel schoon, ogen. Het is allemaal zeggen, je hebt ook wel eens dat het dan een beetje schimmelig is, maar dat is hier helemaal niet. Het is echt allemaal schoon. Toilet op de bovenverdieping, altijd super handig. Spiegel. Hier gaan we eigenlijk niets aan doen in het begin. Hier gaan we gewoon accepteren dat dit de badkamer is die we hebben. Nou, dan gaan we naar het kleinste slaapkamertje. Er zit een gigantisch groot raam in. En dan, ja, ik ga even in de hoek staan. Is dit de eerste slaapkamer? Ja, hier heb ik eigenlijk nog geen plannen voor.
hier zit heel veel kastruimte achter. Dat is, zal ik zeggen, onder de trap van naar de zolder. Ja, dat is deze kamer. Is niet zo apart eigenlijk. Niks zo. Ja, er staat niks in. Dus iedere kamer is een beetje saai. Nou, op de overloop heb ik hier nog een. Doe ik de zolderdeur even dicht. De ene kleinste slaapkamer. Hier wonen dus. Ah, je wil niet meer vast scherp stellen. Met licht erbij wel. Ja. Kijk. Hier wonen dus hiervoor een gamer. En zal ik zeggen, in de tijd dat je nog hele grote monitoren had met zo'n heel ding erachter. En daar stonden dan drie monitoren, hele grote, met zo'n kast erachter. Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar dat was het dus wel echt zo. Ja, er zit hier ook van alles nog in de muur zo te zien. Ja, daar gaan dit dus allemaal stukken. De vloer blijft. Ja, dat is niet overal mooi. Zoals je daar ziet, is het niet helemaal afgewerkt. Maar nou ja, daar gaan we gewoon nu nog geen geld en tijd aan besteden. Dit is eigenlijk de donkerste kamer. Want deze heeft maar één kamertje naast de garage die jullie zo gaan zien. Dus dit is slaapkamer 2. Dan denk ik dat dit onze slaapkamer wordt. Dat we hier screens voor de ramen hebben. Ja, dit is een gigantisch grote kamer, vind ik. Ja, is echt groot. Hier stond de kast. Ik weet niet wat dit is. Een soort. Ja, geen idee, joh. Ik snap niet zo goed wat dit is. Heeft Nicky nog niet gezien. Ja, een soort isolatie of zo, denk ik. Nou ja, helemaal prima. En dan de slaapkamer. Oh, ik zie dat mijn batterij aan het flashen is. Daar hebben ze ook iets laten staan. Dat is namelijk nog een bed. Ja, die gaan we uiteraard niet meenemen. Of niet gebruiken, maar je kunt het maar hebben, een bed, hè. Dit is, waarschijnlijk wordt dit de gamekamer. Heeft een balkonnetje. En een wastafel. Ja, is ook weer een prachtige kamer. Ja, ook hier, alle kamers hier gaan gestuukt worden. Behang moet er waarschijnlijk allemaal af, zit allemaal vliesbehang op. Nou, en dan laten we even naar beneden gaan. Ga ik even hem opnieuw opstarten. Oké, mijn batterij van mijn camera flasht, dus misschien is die hier naar leeg. Dit is de trap naar beneden. Ja. De voordeur, die zie je hier. En dan heb je hier de gang. Hier zijn ze al bezig, gewoon nu al met klussen. We zijn net binnen en ze zijn nu al bezig met de bol afbreken. Nee, nee. Nee? Wat dan? Breken. Wat heb jij? Is het allemaal nog heel? Nee. Ja, het is al niet meer heel. Ja, het kan wel snel heel worden. Nick heeft de spotjes van het plafond al afgehaald. Maar wacht, ik ga even goed binnenkomen hoor. Kijk, dit is, zal ik zeggen, de woonkamer. Ta-ta-ta. Papa Lukken. Komt ook op beeld. Hier is nog een groter deel woonkamer. Dit is eigenlijk de hele woonkamer. En als ik dan omdraai, hebben we daar de keuken. Dus ja, daar hebben we al wat dingen neergezet. Dan hebben we beneden in de gang ook nog een toilet. Mama, ja, je staat op beeld nu, mam. Ja, jammer. Met je nieuwe bril. Een toilet. Ja, heel helemaal apart. Helemaal niks. Niks bijzonders. En dan hier hebben we nog een deur. En daar is dan nog best een hele grote garage. Ja, echt groot. Dan ga ik even hier in de hoek staan. En kijk. Oeh, foutje. Met een tweede verdieping waar je zooi kwijt kan. Dus ja, dit is wat ze eigenlijk achter hebben gelaten. Dus dat valt reuze mee. En dat is ons nieuwe huis. Van boven naar onder ons nieuwe huis. Zoals je kan zien moet er een hoop aan gebeuren voordat het helemaal mooi wordt. Ik kan me voorstellen dat je nu kijkt dat je denkt wat een lelijk huis. Of je bent misschien nieuwbouwhuizen gewend. Ja, dat is dit niet. Dit is wel echt een klushuis. Of er is niks mis met dit huis, maar het is allemaal een beetje oud. En dat gaan we in deze vlog al mee beginnen, denk ik. Maar dat gaan ook in de aankomende vlogs. Ga je gewoon zien wat er allemaal veranderen gaat. Maar dan hebben jullie in ieder geval een huistour gehad van ons nieuwe huis. Er moet gesloopt worden. Dat kan niet wel. Hey, slopen? Hey. Weet je wat dit? Je moet iedereen inzetten naar zijn kwaliteit, hè?
Zo, draadje is eruit. Ja. Trek hem maar eruit. Maar ja, kijk, waar gaat dit draadje nou heen? Ik moet eens even kijken. Die gaat niet terug naar de gym, maar... Ja, daar krijg ik me niet uitgetrokken, dus er zit er wel ergens aan vast. Dan mag je nog iets anders ook slopen. Is dat even jammer?